Onlangs vierde het Blote Voetenpark in Brunsum een bijzonder jubileum. Al 10 jaar is het park een ideale plek om gezond te bewegen in de natuur. Zo vindt ook eigenaar Wil Becker. 10 jaar geleden ben ik gestart met Blote Voetenpark met het idee dat blote voeten wandelen goed is voor de gezondheid. Het zorgt voor goede doorstroming in het lichaam. En verder, ja, als men gezond wil leven, is voeding en een goede mindsetting ook van belang. En op die manier gezond leven is niet alleen goed voor je lijf, maar ook voor je hersenen. Belangrijk, want een ziekte als dementie komt bij steeds meer mensen voor, zegt Irene Heger, onderzoeker van het Alzheimer Centrum Limburg. Dementie is ook een belangrijk probleem, omdat we er gewoon nog geen medicijn voor hebben. We kunnen dementie op dit moment niet genezen. En daarmee is het ook een hele belangrijke doodsoorzaak in Nederland en ook wereldwijd. Maar we kunnen er wel wat aan doen om te proberen dementie te voorkomen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld gezond eten, voldoende bewegen, maar ook nieuwsgierig in het leven blijven staan. Om mensen bewust te maken dat met een gezonde leefstijl dementie soms te voorkomen is, loopt in Brunsum de campagne We zijn zelf het medicijn. Door kleine stapjes te nemen kun je de kans op dementie verkleinen. Je kan dan denken aan een blokje omgaan 's avonds, een keer gaan winkelen met een vriendin, een kopje koffie drinken met de buurvrouw, gaan zwemmen als je dat leuk vindt. Het moet eigenlijk vooral heel leuk blijven en daarmee ook haalbaar. Ook een wandeling in het Blote Voetenpark doet dus goed. Op de verjaardag van het Blote Voetenpark werd bovendien een speciale app gelanceerd. Die hoort bij de campagne, de Mijn Breincoach app. In die app kun je zien wat jouw hersengezondheid is en welke kleine stappen je kunt ondernemen om die gezondheid te verbeteren. Wie de app op de verjaardag downloadde, kreeg van Wil een gratis kop koffie. Want het blootsvoets wandelen is gezond, de natuur is gezond en van daaruit kun je ook kijken, ja, wat kan ik zelf doen aan het preventief bezig zijn met mijn gezondheid. De Mijn Breincoach app is in de App Store en bij Google Play te downloaden. Wie geen smartphone heeft, kan terecht op www.mijnbreincoach.eu.